Hallo en welkom. Vandaag laat ik u zien hoe u de Tiremoni bandenspanningscontrolesysteemapplicatie gebruikt. We gaan ervan uit dat u de Tiremoni app reeds op je apparaat hebt geïnstalleerd. Zo niet, dan kunt u de applicatie vinden met behulp van de QR-codes aan de linkerkant voor de Play Store boven of de App Store onder of door zelf te zoeken naar Tiremoni TPMS. Open de Tiremoni TPMS applicatie door op het Tiremoni pictogram te tikken. Wacht tot de applicatie wordt geopend. Indien u de applicatie voor de eerste keer opent, ziet u op drie pagina's een korte introductie staan. Deze kunt u bevestigen met Volgende en eindigen met Overslaan. Vervolgens ziet u een pop-up waarin u wordt gevraagd om Bluetooth op uw apparaat in te schakelen, zodat de applicatie gegevens van de sensoren kan ontvangen. Sta dit alstublieft toe. Daarna vraagt de applicatie toestemming om u notificaties te sturen. Dit is nodig om u te kunnen waarschuwen wanneer de applicatie op de achtergrond werkt. Laat dit alstublieft ook toe. Deze dialoogvensters verschijnen enkel de eerste keer dat u de tiramoni applicatie opent. De applicatie ondersteunt Tiramoni BLE donkels en 2 tot 8 tiramoni sensoren. Zonder BLE donkel en de sensoren kunt u alle functies van de applicatie uitproberen, maar worden alleen de standaard druk- en temperatuurwaarden weergegeven. Tijdens de eerste keer opstarten moet u de sensoren koppelen met de BLE-dongel. Dit gebeurt in drie eenvoudige stappen. Houd de knop op de BLE-dongel ingedrukt totdat het ledlicht continu oranje oplicht. Plaats nu de batterijen één voor één in de sensoren. Elke keer dat de BLE-dongel een sensor detecteert, gaat het oranje LEDlicht even uit en dan weer aan. Als u alle sensoren hebt gekoppeld, Drukt u nogmaals kort op de knop en gaat het oranje ledlicht uit en begint na korte tijd groen of rood te knipperen. Als de applicatie reeds actief is tijdens het koppelen van de sensoren, ziet u het verbindingspictogram in de linkerbovenhoek van het scherm en moet dit worden geanimeerd. Indien het geanimeerd is, geeft dit aan dat de applicatie succesvol is verbonden met de BLE-module. In dit geval wordt de sensorkaart actief en geeft deze waarde weer zodra een sensor wordt gedetecteerd. Als het pictogram niet geanimeerd is, geeft dit aan dat uw BLE-module om de een of andere reden geen verbinding maakt met de applicatie. De BLE-module moet op dit moment natuurlijk in bedrijf zijn, dat wil zeggen dat deze via de USB-kabel moet worden aangesloten op een USB-bus of USB-adapter met bedrijfsspanning. U kunt proberen opnieuw verbinding te maken door op het verbindingspictogram te tikken. Als het na een paar seconden wachten nog steeds niet geanimeerd is, gebruikt u mogelijk een incompatibele BLE-module. Laat me nu de gebruikersinterface uitleggen, zodat u weet welk element wat is en wat de functie van elk element is. Het verbindingspictogram wordt gebruikt om de BLE-module aan te sluiten en los te koppelen. Het tiramoni logo wordt gebruikt om te schakelen tussen de donkere modus en de lichte modus, dit met één simpele tik. Het exit pictogram wordt gebruikt om de applicatie af te sluiten. De druk- en temperatuurmetingen en de status van de druk, temperatuur en batterij worden op de kaarten weergegeven voor elke wielpositie. Het nummer dat u boven de kaart ziet, is het sensornummer. Wanneer de batterij van de sensor bijna leeg is, verschijnt er een batterijpictogram naast. Het rode getal staat voor de drukwaarde voor elke band. De waarde wordt alleen in het rood weergegeven als de bovenste of onderste druklimiet wordt overschreden, anders wordt deze in het zwart weergegeven. Let ook op het bandenspanningssymbool naast de drukwaarde. Deze informatie is belangrijk want als het leeg is, rood of groen, geeft dat aan dat er geen geldige gegevens zijn ontvangen. Als de drukmeting goed is, wordt dit symbool in het groen weergegeven met een vinkje in het midden. Als een limiet wordt overschreden, wordt het rood weergegeven met een uitroepteken. Het getal onder de drukmeting is de temperatuurmeting voor die band met het temperatuursymbool ernaast. Wanneer de temperatuur boven de limiet komt, verandert de kleur in rood. Als u onderaan net boven de menubalk kijkt, ziet u de drukeenheid. Standaard is dit PSI. Naast de drukeenheid staat de F voor de temperatureenheid. De drukeenheid kan worden gewijzigd door op de drukeenheid te tikken. Het wisselt tussen drie drukeenheden: PSI, bar en kPa. Kies degene die u verkiest. Dezelfde procedure werkt voor de temperatureenheid. Wijzig deze door op de temperatureenheid te tikken. Het wisselt tussen twee eenheden, Celsius en Fahrenheit. Als u om welke reden dan ook de sensorpositie wilt wijzigen, houdt u één van de kaarten aangeraakt totdat alle kaarten beginnen te wiebelen. Boven in het venster verschijnt een rode stip met een X en onder in het venster boven de menubalk verschijnen nummers voor alle mogelijke kaarten die niet in het huidige voertuig worden gebruikt. U kunt nu elke kaart aanraken en deze naar de gewenste positie slepen. De kaarten wisselen dan van positie. Als u klaar bent, tikt u op de rode stip en je instellingen worden opgeslagen. Laten we nu eens kijken naar de vier pictogrammen in de onderste navigatiebalk. Ik zal ze eerst kort toelichten en daarna gaan we er dieper op in. Het autopictogram aan de linkerkant wordt gebruikt om het geselecteerde voertuig te wijzigen. Het luidsprekerpictogram, pictogram 2, is voor het wijzigen van de taal- en geluidsinstellingen. Het tandwielpictogram, pictogram 3, is voor het instellen van de waarschuwingsdrempels voor druk en temperatuur. Het infopictogram uiterst rechts toont informatie over de bedrijfs- en applicatieversie. Als u nu het geselecteerde voertuig wilt wijzigen, tikt u op het autopictogram, eerste symbool. Er verschijnt een schuifbare lijst met ondersteunde voertuigen in het dialoogvenster. Tik op een voertuig en deze wordt geselecteerd. Om meer voertuigen te zien, scrolt u de lijst omhoog of omlaag. Als u bijvoorbeeld een motor hebt, kunt u door op dit pictogram te tikken het geselecteerde voertuig wijzigen in Motorfiets. Het volgende is het luidsprekerpictogram voor het wijzigen van de geluids- en taalinstellingen. Tik erop om het dialoogvenster met geluidsinstellingen te zien. Bovenaan het dialoogvenster ziet u de van links naar rechts schuifbare lijst met ondersteunde talen. Dan ziet u rechts de schakelaar voor het in- en uitschakelen van de gesproken waarschuwingen en links de schakelaar voor de alarmtonen. Om de gewenste taal te selecteren, tikt u gewoon op de vlag van dit land en de taal verandert onmiddellijk. Om het alarm uit te zetten dat afgaat wanneer een druk- of temperatuurlimiet wordt overschreden, tikt u op de schakelaar aan de linkerkant. Tik op de schakelaar aan de rechterkant om gesproken waarschuwingen te dempen. Om de geluidsinstellingen op te slaan, Tikt u op de sluitknop onderaan het dialoogvenster. Om de waarschuwingsinstellingen voor druk en temperatuur te wijzigen, tikt u op het tandwielpictogram en het dialoogvenster wordt geopend. De eerste regel wordt gebruikt om de huidige AS te selecteren. Als uw geselecteerde voertuig 2 of meer assen heeft en AS 1 is geselecteerd, zijn de volgende instellingen van toepassing op AS 1. Denk er dus aan om ook de grenswaarden voor AS 2 en eventueel andere te wijzigen. In de tweede regel, MAX-P, kunt u kiezen of u sensoren gebruikt met een meetbereik van 5,5 bar of dat uw sensoren een meetbereik van 12,5 bar hebben. Het bereik van de schuifregelaars wordt overeenkomstig aangepast. Daaronder bevinden zich drie regelaars voor het instellen van de grenswaarde. De eerste regelaar wordt gebruikt om de bovengrens voor de bandenspanning in te stellen. De tweede regelaar wordt gebruikt om de ondergrens voor de bandenspanning in te stellen. De derde regelaar wordt gebruikt om de bovengrens voor de temperatuur in te stellen. De standaardknop wordt gebruikt om de druk- en temperatuurlimieten voor beide assen terug te zetten naar de standaardwaarde. U kunt de drie druk- en temperatuurlimieten voor elke AS naar wens aanpassen met behulp van de plus- en minknoppen aan beide uiteinden van de regelaars en de AS-selectors. Laat me nu even uitleggen wat elke waarde in dit dialoogvenster betekent. Wanneer de bandenspanning de eerste limiet overschrijdt, Wordt het hoge drukalarm geactiveerd? Als de bandenspanning onder de tweede limiet komt, gaat het lage drukalarm af. Wanneer de bandentemperatuur de derde limiet overschrijdt, wordt het alarm voor hoge temperaturen geactiveerd. U kunt uw instellingen opslaan door op de knop Sluiten te tikken. Het Infopagina-dialoogvenster bevat informatie over de applicatieversie en de verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Gebruik de buttons om naar ons kantoor te navigeren. Onze website te bezoeken, telefonisch contact met ons op te nemen of ons een e-mail te sturen. Als u merkt dat iets in de applicatie niet goed werkt, laat het ons dan weten via het verstrekte e-mail. Met de knop OK sluit u het venster en keert u terug naar het hoofdscherm. Veel plezier en altijd een veilige reis met je Tiremonie-applicatie.